Ik ben vandaag bij de Wolfpack en de Best Proud Bite Competition. En ik heb net Hendrik geïnterviewd en die heeft alweer een zalm gevangen. Hendrik, je blijft maar aan de gang, hè? Ja, op de achtergrond. Hij krijgt assistentie. Ja, dat we die ook heel even in beeld hebben. Oké, dat we dat ook genoteerd hebben. Maar ik ben hier voor Tom en ik zie Tom met de hengel op de kop. Dat klopt. Wat is daar het verhaal achter? Nou, als klein kind kreeg ik een keer een werkbengel. Maar ik heb nooit uitleg gehad. Dus zelf maar eens beginnen te prutsen. Ja. En zo is dit eigenlijk ontstaan. De molen boven. Ja. Zo heb ik het mezelf aangeleerd. Hey, sommigen denken hele mooie theorieën te horen. Maar, ja, het is gewoon omdat je eigenlijk niet wist dat je hem andersom moest nee. houden. Nee. Wat een leuk verhaal. Zo is het eigenlijk wel gegaan. Ja. En net had je een mooie zalm gevangen, dus een beetje verstand van vissen moet je dan toch wel hebben. Nou, geluk is bij de domme, zeggen ze. Het geluk is bij de domme, ja. Wat heb je voor de aastraan dan? Ik heb nu powerbait, maar ik heb net met mijn wormen geprobeerd, regenworm. Dat ging eigenlijk beter, tot nu toe. Ja, net die zalm die je gevangen, had je die met de... Ja, ik met worm. Ja. Met de worm gevangen, ja. Net wel twee keer beet gehad met powerbait. Nou, dan vind ik het moeilijker om ze echt aan de haak te staan. Ja, je moet er ook meteen bij zijn met die powerbait, met de meelwormen. Dan kun je ze wat laten doorbijten. Hè? Ja. Maar met de deeg moet je eigenlijk gelijk aanslaan. Ja. Ja. Maar het leert misschien vanzelf. Ja. Nou ja, je hebt toch een mooie zalm gevangen. Dan. En een speciaal dobbertje of zo eraan? Of, Nee, dat is gewoon standaard hier. Is gewoon. Oh ja, kijk, dat was beet, ja. Ja. Ja, die is hartstikke beet. Ja, wat een timing. Ja, dat is een mooie timing, Tom. En krijgt assistentie. Assistentie. Van jouw vriendin? Dat is mijn vriendin. Jouw vriendin? Janne. Ja. Kijk, ze weten wel wanneer ze hier de vis moeten vangen. Ja. Eigenlijk blijven ze aan de vleet vangen, bij de vleet vangen hier. Ik hoef de camera maar aan te zetten en... Die vraagt waar je draait. Ja, ja. En jij hebt ook maar de nijptang bij vader uit de garage genomen. Ja, ja, ja. Ook nooit geleerd hoe je dat... makkelijker zou kunnen doen. Nee. Oh. Ja. Moet hij weg zijn. Ja. Ja, kun je hem nog even laten zien? Dat kan. Je mooie vangst. Lijkt groot, hè? Kijk eens. Ja. Nou, dankjewel Tom voor de bijdrage. Ja, en ik zou zeggen, vang er nog maar een paar. Dat proberen wij. Oké, bedankt. Ja, bedankt. Hoi.